Deze keer in de Autoweek Classics dubbeltest. Twee coupés uit 1977. Twee coupés waar prominent de naam van de ontwerper dan wel de bouwer op prijkt. Dit is een Peugeot 504 coupé van Pininfarina. En hier staat een Volvo 262 coupé van Bertone. Ik begin met de 504 coupé, want dat is tenslotte de oudste van het stel. Hoewel deze is uit 77, de facelift versie. Die coupé en cabrio die kwamen al een half jaar na de 504 sedan op de markt. 1969 hebben we het over. En de coupé en cabrio werden getekend door en gebouwd bij Pininfarina in Turijn. Samen met de Alfa Spider Duetto liep ze daar van de band. De uiteindelijke aandrijflijn, dus de motor en de bak, et cetera, die werden wel bij Peugeot gemonteerd in Sochaux. Pininfarina tekende trouwens ook nog een andere 504, een conceptcar, de Break Riviera, een soort shootingbreak-achtige, schitterende auto, maar ja, die ging helaas nooit in productie. Pininfarina, ja, het was een soort huisvriend bij Peugeot, al sinds begin jaren 50 werkten ze samen met de 403 onder andere. En deze 504 coupé is dus op basis van de 504, alleen ja, dat zie je er eigenlijk nergens meer in terug. Hij heeft een kortere wielbasis en ook qua carrosserie, er komt eigenlijk geen carrosseriedeel overeen met die sedan. En dat is een groot verschil met de Volvo. Ja, en kijk om je heen, het is echt een koetswerk uit die tijd. Dus dunne raamstijlen, dus goed overzicht overal. Ja, klein achterbankje stelt niet veel voor. Ja, als je dit dus vergelijkt met de 504 sedan, wat een vrij brave auto is om te zien, is dit toch wel een heel exotisch ding. In vergelijking met de 504 sedan is ook het dashboard iets anders. De basis is wel hetzelfde, zoals die middenconsole, maar zo hier om je heen heeft het allemaal een net iets sportiever tintje. Sportief stuurwiel ook. Ja, wat ik al zei, dit is de versie van na de facelift. Die kwam in 1975. Vanaf 1969, toen die werd geïntroduceerd, had die vier koplampen, twee dubbele. Nou, na de facelift zijn het twee enkele rechthoekige koplampen geworden. De achterlichten werden wat groter, hij kreeg een andere grill en hij kreeg een zescilinder. Dat is de beroemde / beruchte PRV motor. En PRV staat voor Peugeot, Renault en Volvo. Het is een motor die gedrieën werd ontwikkeld. Oorspronkelijk een 8-cilinder. Ja, en die belandde in deze coupé. En vanaf het begin had je een 1.8. Dat werd een 2-liter 4-cilinder. Na de facelift dus een 6-cilinder. Ja, het past eigenlijk wel heel mooi bij deze auto hoor. Hij rijdt zijdezacht, heel comfortabel, hele lichte besturing. Het is bijna Amerikaans. En die motor zelf, ja, daar moet je ook weer niet al te veel van verwachten hoor. Hij levert officieel 136 pk, iets in die trant. Zit vast aan een drietrapsautomaat, destijds een optie. En als ik die even op zijn gang laat gaan, nou, eigenlijk pakt hij gewoon hartstikke mooi op. Ik wilde eigenlijk zeggen van nou, dat schiet niet erg op, maar dat valt er best wel reuze mee. Heel soepel rijdende auto dit. Nou, en die PRV motor, dat is meteen een schitterend bruggetje naar de Volvo, want ook die 262 coupé werd geleverd met die beroemde zescilinder. Voor in deze 262 coupé zou dus die PRV motor moeten liggen, maar dat ligt hij niet meer, want de eigenaar van deze auto die vond die motor te onbetrouwbaar en die werd een beetje moe van de onzekerheid die daarmee gepaard ging, dus die heeft hem vervangen, eigenlijk de hele aandrijflijn vervangen door een 6-cilinder uit de 760 uit 1983 en ook de automaat die daarbij hoorde. Dus dat is wel opmerkelijk, want de rest van deze auto is hartstikke origineel. Het is de allereerste 262 coupé die in Nederland op kenteken ging, nog voordat hij in de verkoop ging. Dit was namelijk de ex-demo van Volvo Nederland, dus deze auto ging alle dealers langs. En in het begin was deze auto ook alleen maar leefbaar in deze kleurstelling, zilver van buiten en een zwart dak. Ja, en ik heb dit altijd een beetje een curieuze auto gevonden.
niet echt mooi, maar wel fascinerend op een bepaalde manier. Hij ligt ook niet zo makkelijk op het netvlies als die 504 coupé van Peugeot. Dat is natuurlijk eigenlijk een soort van instant klassieke mooie auto. En als je hier daarnaar kijkt, is dit eigenlijk gewoon een Volvo, zoals we hem eigenlijk allemaal kennen, met een 10 centimeter verlaagd dak. Nou, dat werd door Bertone gedaan in Italië. De auto is overigens niet getekend door Bertone, mocht je dat denken. Het is gewoon een ontwerp van Volvo zelf, van Jan Wilsgaard, die daar eigenlijk alles tekende. Ja, die Jan Wilsgaard heeft ook het dak, zoals je dat hier ziet, heeft hij zo getekend. Bertone, die verzorgde eigenlijk alleen de bouw van dat ding in Italië. Ja, en dat moest voor een sportieve uitstraling zorgen. En het verhaal daarachter, dat... Ja, als het niet waar is, hou me ten goede, maar het is eigenlijk te mooi om niet te vertellen. Het was dus zo dat Volvo in de tijd een vrij geavanceerde fabriek had. Nou, er waren andere fabrikanten ook in geïnteresseerd. Nou, Ford kwam op bezoek en die hadden een Lincoln Continental Mark IV meegenomen. Zo'n enorm slagschip, best hoekig. En bij Volvo, dat vonden ze eigenlijk wel wat. En toen hadden ze besloten van, als we met deze auto nou naar Amerika gaan, dat kon wel eens wat worden. Kenmerkend voor deze 262 coupé is natuurlijk dat lagere dak, dat vinyldak, schuinere voorruit. Ja, enorme C-stijlen, lang niet zo overzichtelijk daardoor als die Peugeot, maar wel heel kenmerkend. Dat vinyldak dat was standaard, alleen in het laatste productiejaar, 1981, kon je hem ook meegespoten krijgen, dus in de kleur van de carrosserie. Nou was het natuurlijk niet zo dat ze zich bij Bertone er helemaal zo makkelijk vanaf maakten door alleen een gechopte dakje te monteren. Ook van het interieur maakten ze wel serieus werk. Nou, kijk eens hier om je heen. Het lijkt wel een soort van oude foute nachtclub. Met dat geplooide leer en dat vineerhout op de deuren. Overal leer trouwens, ook op de stoelen. En waar je maar kijkt zit leer op het dak. Maar als je dan dat dashboard kijkt... Ja, dat is gewoon een Volvo van de oude stempel. Alles hoekig en vierkant, enorme knoppen erop. Gewoon verstandig en rationeel, zoals Volvo eigenlijk is. En dat is wel grappig, want deze auto was dus bedoeld voor Amerika. Daar kostte hij $20.000, daarmee was hij duurder dan een Cadillac Eldorado. En ze omschreven deze auto daar als a car to be desired rather than to be required. Ja, dat is natuurlijk een beetje waar de handschoen wringt voor deze auto. Aan de ene kant, het was een Volvo met alle clichés die daarbij horen. Maar ineens was het een hele chique Volvo die een bepaalde hebberigheid moest uitstralen. Nou, dat ging niet heel erg lekker samen. Daarom zijn er ook maar iets van 6600, iets meer dan 6600 geproduceerd. Dus het was, het is en het blijft een exclusief ding dit. Ja, en dan tot slot natuurlijk de keuzevraag. Welk van de twee zou je willen hebben? Dat is in dit geval niet zo moeilijk, denk ik. Wat ik al zei, ik vind het een fascinerende auto, maar qua rijden spreekt het me niet zo aan. Het is allemaal wat, toch wat lomp en houterig in vergelijking met die elegante Peugeot. Maar los daarvan, ik vind die Peugeot ook simpelweg de mooiere auto van de twee. Dus de strijd tussen Bertone en Pininfarina is deze keer in het voordeel beslist van de laatste.